Gangsta D, samen met Gangsta D. Yo. We zijn lang weg geweest en zo, weet je. We zijn weer terug. Oh, we zijn terug. Op je beeldscherm. En nu gaan jullie al onze alter ego's leren kennen. Mm-hmm. Dit is nummer 1. Gangster. Gangster. Mm-hmm. Mm. Nou, dan gaan we het hebben over. Maar alleen maar love, weet je. Mm-hmm. We gaan hebben. Zoals een lobby. Hey, mag ik praten? We praten. Oké. Danser. Het stelen van stijlen. Oeh. Vies. Niet stelen. Stelen van stijlen. Kijk, een stijl. Een stijl kan je beïnvloeden. Inspiratie geven. Maar kopiëren. Nee, kan niet. Social lobby. Kan niet, kan niet. Kan niet, nieuwe generatie. Jullie pakken die stijl. Eten het op. Mm, en doen jullie gewoon alsof het jullie van jullie is, G. Kan niet. Kasha. Popo. Kan niet. Shut. Kijk op het net. Gisteren. Toen kwam een crew voorbij. En die had gewoon een hele choreo van Paris Koebel. Choreo? Ja. Tot aan positie, tot aan zelf de armen. Shit, kan niet, jeez. Kijk, ze is dood. Ze is zeker dood. Nee, ergens is. Dan kom je ze tegen en dan zie je ze op een fucking podium staan. Bam! Bam! Superteam, gruwelijk en dan... Shots! 80% bestaat gewoon uit alleen bewegingen van Paris Google. Kijk! Shit. Het is dope. Wat Paris Google doet. Het is dope als je geïnspireerd raakt. Dat kan niet. Mama, afro even wat hoger. We proberen de nieuwe generatie dingen bij te brengen. Je weet toch, je ziet iemand... Raak je geïnspireerd, ga je naar huis en dan maak je choreo en denk je, ja, ik doe mijn eigen ding. Kijk in de spiegel, kijk nog een keer naar de foto. Weet toch, zoek je eigen identiteit. Ga op zoek naar wie je bent. Weet je, explore dat. Waarvoor ga je 4 jaar naar school? Op een dansschool, 4 jaar pikkelen en dan kom je eruit en dan ga je gewoon... Don't act like you forgot. Shit kan niet. Niet relevant. Weet je wat je moet doen? Als een Paris Google je inspireert. Gewoon niet nadoen. Gewoon niet nadoen. Nee. Je mag niet nadoen. Weet je? Shit kan niet, man. Nee, man. Je kan serieus invloeden. Als in feelings kan je overnemen. Maar let op de bewegingen. Just don't. Ryan Tiller. Oh, deze wil ik ook zeggen. Wow. Tegenwoordig is het normaal. Ik zit 1 jaar in die game. En ik ben super choreograaf. Wat dacht je van die? Superwoman. Ik ben gewoon choreograaf. Superman. Ik ga gewoon overal les geven. Voor 25 euro. Nee. Voor minder. 15. En ik doe gewoon beter dan wat hij doet. In al die 19 jaar. Precies. Wow, kan gewoon, man. Geen respect. Het is gewoon zo. Geen respect voor niemand. Gewoon doen. Tch. We moeten toch allemaal eten. Dus we slaan gewoon A over. We gaan gewoon naar D. F. Z. Nou, man. Jongens, waar is die respect, man? It's fire, man. En je weet toch, iedereen geeft elkaar boxen en zo. Maar niemand durft wat te zeggen, man. Dit shit kan niet, man. Ja. Be real. Hey, wat we vragen is gewoon... Be honest. Ik doe dit namens alle choreografen. Weet je, gaan alle dansers gewoon respect voor elkaar hebben. Weet je? Respecteer elkaars craft. Weet je, toch? En ja. Doe die shit op een eerlijke manier, man. Werk hard. Haal je cijfers. Maak mensen af. En dan kom je in de game. En dan kill je. Zoals het hoort. Niet A overslaan. Begin bij A. A is belangrijk. Dan kan je naar Z. Yes. Niet naar Q gaan, gewoon direct. Kan niet. Kan niet. Bij deze wil ik even zeggen dat het ons spijt. Yes.
dat wij zo lang zijn weg geweest. Hard werken mensen. Snap je, wij werken hard voor onze shit. Harde dingen. Maar we zijn er weer. We gaan jullie beloven. Onze alter ego's te ontmoeten. Dat we blijven ook. En je weet toch, dat we jullie gaan amuseren en shit. Toch? Ja man. We gaan jullie vertellen hoe het zit. Ja, wat man. Jullie niet zeggen, komt wel uit onze mond. Wij zeggen gewoon doen. Lobby, lobby, maar wel gewoon. Love, love. Er is love voor iedereen in deze game, hè.